allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee. En ik kom net uit Frankrijk. Eigenlijk uit Italië. En ik heb teruggeladen in Frankrijk. Een apart rondje, maakt niet uit. En ik ben nu onderweg naar het pittoreske Montfort. Ja, zoals sommigen van jullie weten, woon ik daar zelf. En daar gaan we een vrachtje van het zwarte goud lossen. Dus oftewel banden. Jullie hebben al meer gezien dat we die banden laden in Italië en in Frankrijk. En nu gaan we ze daar lossen. Dat gaat weer op een andere manier als het laden. Dus vandaar dat het wel even leuk om te laten zien. Dus vandaar. Dus we zijn nu onderweg. We zijn, het is nu 10 uur, vrijdagmorgen. Hoi. En we rijden de hoogte van Gorinchem. Dus we zijn er met een half uurtje. Zoals jullie zien is het ook lekker Nederlands weer. Ja, het is de hele morgen al regen, regen, regen. Maar goed, vooruit. Ik had een hoopje dat het zo tijdens het mosse droog was, maar ik ben er bang voor dat we zeiknat gaan regenen. Maar ja, dat zien we zo wel. Zo, we zijn er. Dan komt hij al, hè, de bandenkeizer. Ja, daar is hij, hoor, de chef.
Morgen. Morgen. Ja, daar hebben we koning Baan de Keizer, hè, hier ook. Baan de Keizer zelf, het zwarte geld. Ja. Ze zijn echt van topruimen, dan kun je lossen. Oh, best. Mooi, hè? Nou, we kunnen naar achter, dus nou, hoe lang staan we hier nou? Een kwartiertje, dus dat is prima. Morgen. Kijk, zo zit hij vol. Zit er allemaal strak in, dus die planken staan allemaal onder spanning. Maar hier los je via de zijkant. Kijk, dat is ongekend. Hup, hij klimt erin en klaar, hè? Ik heb de trekker iets gedraaid, dan komt hij niet tegen mijn sidekus. Maar wat voor de zekerheid de handdoekje ertussen. Kijk, hè, dan doen ze lossen. En hier legt die banden allemaal neer. Het wordt gelijk allemaal uitgesorteerd. En hier ligt een rijtje. Dat doen ze gelijk uitsorteren. Dus tegen de tijd dat ik gelost ben, is het ook allemaal opgeruimd, hè. Kijk, hier. De een lost mij. En de ander ruimt gelijk op. Dat gaat echt super snel hier altijd. Nou, gelukkig hebben we er goed weer bij, Manieus. Jongen. Het schiet lekker op. Nou ja, vooruit. Ik heb bijna geregeld. Ja, top. Zo. Het is eruit. Dus we zijn een beetje nat, maar dat geeft niet. Ik ga nu eerst even koffie drinken en dan gaan we weer verder. Weet je weer, hè? Nou, mazzel, hè? Ik ga het weer hapje eten. Is goed. Hoi. Hoi, hoi. Nou, koffie op. Jullie zagen het. Dus ik ga weer rijden. Maar nu gaan we gelijk even, dat is hier 500 meter vandaan. Dan gaan we gelijk, hoe ga ik dat uitleggen? Er staan hier een paar oude vrachtwagens. Die staan al 20 jaar op dezelfde plek. En ik ben daar al 20 jaar door geïntrigeerd. Ik heb ook geprobeerd om daar een vlog over te maken. Dan kom je niet binnen of iets dergelijks. Maar we gaan er wel even stoppen. Want ik vind dat eeuwig zonde van die oude auto's. Dus daar gaan we sowieso nu even naartoe. Nou, hier staan we dan. Even de regen even gehouden. Maar ja, vroeger zat hier de firma Severs. En deze auto's staan, zolang ik weet, al stil. Al 20 jaar of zo. Misschien al langer. Ze zijn helemaal groen ondertussen. Ik vind het eeuwig zonde. Maar ja, goed. Ik heb geprobeerd om hier een vlog over te maken. Want ik zou het ware verhaal willen weten. Maar ja, dat krijg ik dus niet voor mekaar. Maar ik weet niet. Ik ben hier gewoon door geïntrigeerd. Ik vind het super interessant. Weet je, ja. Waarom staan deze auto's hier gewoon zo lang te verpieteren? Nou, ik heb de buurman gesproken. Maar ja, je komt er gewoon niet binnen. En dat geef ik ook niet. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik wil het verhaal gewoon weten. Nou begreep ik net dat deze auto, volgens mij die eerste, die derde, die is nieuw gekocht, die is nieuw weggezet en er is nooit mee gereden. Ah, voor de rest weet ik het ook niet, maar ja, ik vind het gewoon super interessant. Dit is toch eeuwig zonde. Maar het is wel machtig. Het is echt machtig. Maar goed, ik ben even gestopt. We gaan weer verder. Want het regent pijpen stelen, dus het is ook niet echt mooi weer om een rondje te doen.
Want als we verder rijden, jongens, dan staan er nog meer. Dat is echt, ongelooflijk. Het zijn echt. Nou ja, het zijn nog steeds juweeltjes, maar er moet nu wel een hoop aan gebeuren. Ik zal even niet te hard rijden. Hier staat er nog één. Dat is toch zonde. Ja, er staat nog een oude cabine van Hurkmans ook. Zien jullie? Dus ja, het is... Nogmaals, ik ben daar zo door geïntrigeerd. Wat het verhaal erachter is. Nou, had ik geluk dat ik de buurman net sprak, maar... Die zei ook van, hij weet wel iets, maar die weet ook niet alles waarom die auto's hier staan. Maar ja, ze zijn natuurlijk van hemzelf geweest, van het bedrijf, van Severs, maar ja, voor de rest komen we er niet uit. Dus, nee, vooruit, ik ben even gestopt. Vind ik leuk. Op naar Moordrecht. Nou, ik ben in Moordrecht. Oh, de pallet komt er al aan, van de top. Dus het zijkantje moest weer open, dus ik had niet alle planken erin gelegd. En dan, ik ben niet van de werkverschaffing natuurlijk, hè. Nou, dit was snel geregeld, jongens. Dichtmaken en op naar Waddinxveen. Nou, ik sta voor het dok. Ik mag hier niet naar binnen, dus prima. Dus dan kan ik mooi even lunchen. Dan kunnen we gelijk de dieet-update even doen. Zoals jullie weten natuurlijk doe ik via Sector Instituut een dieet. Dat volg ik. En... het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik ben
nu zeg maar volgens mij 5 weken bezig. En afgelopen weekend was ik 6 kilo kwijt. Nu is het vrijdag, dus ik heb geen idee hoeveel kilo er natuurlijk van de week af is. Of hoeveel gram, of geen idee. Maar goed, ik ga even lunchen. Het is vrijdag, dus mijn brood is op. Dus ik heb een saladetje gemaakt van komkommer, tomaat en een paprika. En 4 crackertjes, 2 met 30+ kaas en 2 met kipfilet. Dus nou, voor de rest gaat dat helemaal prima. Nou, ondertussen ben ik net weg uit Waddinxveen. En nu kunnen we op naar de zaak. Dus ik denk dat we weekend hebben. Dus dat is helemaal goed. Dus of ze moeten daar nog wat hebben, maar ik denk het niet. Ze zullen wel vroeg weekend hebben, dus helemaal goed. Lekker. Vrijdagmiddag, je kan gewoon een stuk doorrijden. Normaal sta je hier altijd in de file. Dat mag in de krant. Nou, we zijn ondertussen op de zaak. Auto voor het dorp. En we gaan hem nu afkoppelen en dan ben ik klaar.
Nou, we staan gelijk in de wasstraat, dus dan gelijk mijn was heb vrijdag, hè. Schoon wegzetten, dat is belangrijk, hè. Onze Jack is ook bezig, hè, met wachten. Ik altijd fanatiek. Ja, en nou hoor je jezelf, hè. Ja. Wie we daar hebben. Je staat ook weer geld te praten verkopen natuurlijk. Wat sta jij nou weer geld te praten verkopen, joh? Wat zegt u? Wat sta jij nou weer geld te praten verkopen, joh? Ja, ik ben ook een grote jongen. Oh. Maar wil je de camera aan de andere kant op doen? Want die komt van mij, die ziet er niet uit. Die van jou, die ziet er beter uit. Oh. Tenminste, als je haar een keer doet. Ja, dank je. Ik ben weer verregend vandaag. We hadden het over dat liedje vanmorgen, Blokje Dag. Nou, kijk, nu niet meer. Nu niet meer. Kijkers, jullie zijn het met me eens. Dat is Johan, dat is een collega van ons. En je kan toch zo niet over straat, daar heb je al koas. Tanks, je moet er gewoon blinken. Dit kan zo niet. Ik zeg al, vanmorgen, Blokje Dag. Ja, zeggen ze allemaal. Eerste naam, dat je waard zegt. Nou, goed weekend, hè. Hallo. Nou, ik heb zijn auto geparkeerd en nu ben ik ondertussen mijn spulletjes aan het pakken. Want ja, het is weekend, dus dan gaat de hele uitdragerij weer mee naar huis. Kijk, de vuile was en de toilettas. Ja, sommigen houden dat in de auto, ik niet. Mijn toilettas is nogal groot. Maar ja, goed, dat weet ik. Maar dat maakt niet uit. Dat is ook handig met douchen en grote tas. Dus ja, dat gaat allemaal mee naar huis. De auto even uitblazen. Gelijk maar even de auto uit stofzuigen. Dan kunnen we maandag gelijk weer schoon op pad. Hè. Dus uitblazen, stofzuigen. Helemaal top, even een doekje over het dashboard. En dan... ja, kunnen we naar huis, dan heb ik weekend, is alles netjes schoon, is alles voor elkaar. Dus dat is helemaal top. Oh, trouwens, over dat stofzuigen. Mijn oude stofzuiger heeft het begeven van AliExpress. Met mijn oude auto, de laatste dag, auto uit stofzuigen, begaf hij het. Heb ik 2 jaar mee gedaan. Dus nieuwe auto, nieuwe stofzuiger, dus voordat de vragen komen. Dus ja, ik heb nou een supersonisch apparaat, maar dat is helemaal top. Maar in ieder geval... dan weten jullie dat ik niet meer de AliExpress stofzuiger heb. Die heeft het 2 jaar gedaan, maar helaas. Nou, dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vonden. En tot de volgende keer. Hoi hoi!